anders, als, het kan niet. En er is jealousy in de club. Als Hughes wat doet, en nou, daar heb je Hughes weer. Ja, ja. Daarboven zit dus ook bestuur. Daarom. Het bestuur zit boven. Hommelopper. Het was helemaal naar de klote wolpen. Wie zijn die mensen die naast je zitten op de tribune? Dat zijn die, de businessclub mensen. Dat zijn de mensen die 5.000 gulden betaald om lid te worden van de businessclub. Voor dat stoeltje? Nou ja. Zijn dat de business seats? Dat zijn de business seats. Maar ik heb daar ook pech gehad. Omdat de businessclub zal gebouwd en zal in januari gebouwd worden. En dan is die, de medewerking van de gemeente vond ik ook verschrikkelijk. De businessclub moet komen en zal komen. Ja, dat moet toch achter glas en champagne? Nou, nee, dat niet. Dat kan hier niet. Maar gewoon comfortabel business stools waar je kan beneden gaan en niet een koffie in de rust komt. Het is allemaal zo amateuristisch en zo glibberig. En, het is nog niet zoals het hoort. Het is nog zoals ik het wil hebben en ook niet zoals Haarlem wil. Maar ja, je moet meten met wat je hebt. Hè. Je hebt niks anders. Krijg je het voor elkaar? Als je het voor elkaar krijgt en er komt een standbeeld hier voor en het heet, je hebt de Nelson Mandela plein, dan heb je de Barry Hoek Stadion, denk ik. In plaats van de Jan Gijzenkade, ja. De Barry Hoek Stadion. Dat is hoop, hè?